Verschillende ziekeninstellingen in Suriname zullen binnenkort medische apparatuur ontvangen dat is aangeschaft door de staat. Dit bevestigde gezondheidsminister Amar Ramadan eerder tegenover journalisten. De bewindsman zegt dat er ook wordt gewerkt aan de officiële operationalisering van het Marwina ziekenhuis. Bij het Slanshospitaal hebben we de aanschaf van een buggykamer. We hebben laatst overhandiging gehad van een heleboel apparatuur. Maar we hebben ook de verloskundige afdeling, die in het kader van de restant verdragsmiddelen een behoorlijk aantal ter waarde van 200.000 euro aan apparatuur aangeschaft is. Die zaken zijn, aantal is al binnen, een deel moet nog komen. Maar we hebben ook de aanschaf van een buggykamer. Dat is een hele belangrijke investering. Waar de röntgenafdeling dus versterkt wordt met een apparaat die in staat stelt, als Slans Hospitaal in staat stelt om nauwkeuriger radiologische beelden te vergaren voor diagnostiek. Die zaken zijn al betaald, dus we zijn nu aan het wachten op de levering. Dat is Slans Hospitaal. We hebben ook de investering in 10 ambulances die tegen eind van de maand, eind oktober, laat maar zeggen midden november, ready zijn voor levering aan de diverse instellingen. De minister zei verder dat enkele ziekenhuizen ook een ambulance zullen krijgen. Er is een lijst opgemaakt van apparatuur dat moet aankomen in Suriname. Ramadan benadrukt dat de volksgezondheid de komende maanden betere tijden gaat kennen.